De Groenlo-buurt bereidt zich voor op de komst van 60 kerstverse gezinnen. Vogelhuizen, insectenhotellen en vleermuizenverblijven worden in de wijk geplaatst. De vogelhuisjesroute moet niet alleen meer vogels naar de wijk lokken, maar ook bijdragen aan eenheid tussen het nieuwe noordelijk en oude zuidelijk deel van de wijk. Ontwerper Lena van der Wal straalt als de huisjes, geïnspireerd op architectuur in de wijk, worden opgehangen. Een van de huisjes werd direct na het ophangen al in beslag genomen. We stonden dat te monteren en ik keek even weg en in één keer zit er een koolmees in. Ik dacht, dat kan bijna niet, maar ik heb het ook nog op de film staan, dus het is echt gebeurd. De buurtbewoners werden gevraagd een vogelhuisje te adopteren. En bij dat adopteren komt er zeker een verantwoordelijkheid, want als je adoptieouder bent, dan word je ook geacht jaarlijks het huisje schoonmaken. Maar dat is ook heel leuk, want dat doe je samen met andere wijkbewoners en zo ontstaat er eigenlijk een soort vogelhuisjescommunity in de Groenlo-buurt. Er stond hier een ploeg voor uw deur. Meneer, wilt u een vogelhuisje adopteren? Wat zei u toen? Ja, dat doe ik gelijk aan mee. Ik woon al zo lang in die buurt en ik vind het gewoon ik vind het leuk om daaraan mee te doen, ja. En waarom vindt u dat zo leuk dan? Oh, dat zijn voor dieren, daar sta ik voor open. Honden, vogels. Mijn vrouw die gaat elke dag naar de ganzen in het park om die te voeren. Daar koopt ze zelf brood voor. Dus voor dieren doen we alles, ja. Voor de eigenaar van de nestkast is het nog een verrassing welk huisje hij krijgt. Ik weet het ongeveer. Nou, het is een heel mooi huisje. Eens kijken. Nou, daar is die. Ja, ik vind hem heel, heel mooi. Je bent er blij mee? Ja, ik ben er heel blij mee. Het favoriete huisje van de ontwerper komt aan de boom aan de Paterwoldseweg. Het is eigenlijk een beetje een lelijk eentje. Het heeft een beetje een gekke gevel. Het is eigenlijk een huisje wat eigenlijk heel raar is. Heel veel elementjes. Maar dat is ook wel de charme ervan. Dus hij heeft als het ware een soort cirkeltje om het invliegopeningetje heen. En een schuin dakje. En een dakraampje en een klein lullig schoorsteentje, maar dat maakt hem juist zo schattig. Voor de liefhebbers worden er ook routekaarten gemaakt. Zo hoef je geen huisje te missen. Zaterdag 28 maart worden de huisjes officieel onthuld.